Het ging woensdagavond over drie dingen in de Arnhemse gemeenteraad. Zorg, zorg en zorg. Wat gaat de gemeente doen om de misstanden te voorkomen en het soms torenhoge winsten aan te pakken? Wij spraken met wethouder Roeland van der Zee en SP-raadslid Sarah Dobbe. Wat we daaraan gaan doen is in ieder geval dat we op voorhand al selecteren op kwaliteit. En dat we ook gedurende de zorgverlening ook controleren op kwaliteit. We willen ook echt afspraken maken met de aanbieders over hoe ze hun werk doen. Hoe ze samenwerken met de anderen. Hoe ze omgaan met het opschalen en afschalen van zorgzwaarte en dat soort zaken. Kun je voorbeelden geven? Zeg, ik ga selecteren op kwaliteit. Waar moet zo'n zorgaanbieder aan voldoen? De veelheid aan zorg die ze kunnen bieden, de specialisten die ze hebben, dus de mensen en in hoeverre die gekwalificeerd zijn, kwaliteitssystemen, klachtenmeldingen, hoe dat wordt opgevolgd. Al dat soort zaken die maken dat de kwaliteit van de zorg is zoals wij hem verwachten. Het gaat natuurlijk ook over zorgaanbieders die misschien wel niet zorg leveren die zouden moeten leveren. Ja, hoe gaat dit er dan voor zorgen dat dat niet meer gebeurt? Door met die aanbieders hele goede afspraken te maken en op voorhand de beste eruit te selecteren. En met diegene die eruit hebt geselecteerd goede, harde afspraken te maken waar je ook echt op terug kan komen bij die aanbieders. Verwachten wij dat we daar beter grip op hebben. We hebben het over locatie, maar ook over concentratie van locaties over wijken. Je zegt van nou, ik wil niet aan spreiding doen, maar ik wil wel concentratie voorkomen. Ja, ik kom misschien een beetje op hetzelfde neer. Wat is het verschil eigenlijk? Ja, bij spreiding dan ga je kijken naar het huidige aanbod en dan wil je dat beter verspreiden over de wijken. Dat betekent dat ze ook echt weg moeten van huidige locaties. Ik zou zelf meer ons beleid is er meer op gericht om nieuwe vestigingen, om daar te kijken dat de concentratie, dus het aantal cliënten wat gehuisvest wordt, dat niet in de grote aantallen loopt, maar dat beperkt blijft tot kleine aantallen. En daarmee heb je dus meer over lagere concentratie dan echt over spreiding van de instellingen. Wat we nu zien is dat instellingen zich in dezelfde straat zomaar kunnen vestigen. En als wij in gesprek zijn met die aanbieders en als we daar toestemming voor moeten geven, dan houden we ook zicht op het aantal aanbieders in een wijk of in een straat. En dan kun je daar dus al dan niet toestemming voor geven. Marktwerking heeft een aantal voorstellen daarvoor gedaan. U zegt wel van, nou ja, echt geen marktwerking in de zorg, dat wil ik eigenlijk niet. Dat vindt u onrealistisch. Kunt u dat toelichten? Ja, als je ziet, het concentreert zich nu op het beschermd wonen. Nou, we hebben 650 cliënten en honderden mensen die zich in de zorg bezighouden met begeleiding en allerlei verschillende taken die daarmee te maken hebben. In een heleboel huizen en panden over de stad. Als je dat niet meer aan de markt wil overlaten en het dus zelf wil doen, dus als gemeente, ja, dan krijgen we er in één keer een paar duizend ambtenaren bij en een heleboel panden. We hebben die expertise niet, we kunnen dat echt veel beter aan de markt overlaten zoals dat op dit moment gebeurt. Maar dan wel met een aanscherping van de kwaliteit. We gaan het aantal aanbieders gaan we beperken, selecteren op kwaliteit. En met hun gaan we echt een contract aan waarin we inhoudelijk een heleboel afspraken maken. Waardoor de vrije vestiging van anderen niet meer mogelijk is. Mevrouw Dobbe, vanavond een hoop gesproken over zorg in de Arnhemse gemeenteraad. Ja, onder andere de wethouder gaf eigenlijk aan van nou, we willen toch beter kwaliteit straks. We gaan beter sturen op de inkoopvoorwaarden. Ja, wat vond u van die reactie? Nou ja, het debat dat we eigenlijk voerden is hoe halen we zoveel mogelijk de markt uit de zorg. En wat dat betreft zijn wij niet tevreden over de antwoorden van de wethouder, want hij heeft verschillende opties onderzocht volgens hem. Waarbij de beste en de minst, de optie met het minste markt volgens hem het Europees aanbesteden is. Nou, dat is natuurlijk best wel van een gekkigheid, want Europees aanbesteden is ongeveer synoniem voor marktwerking. Er zijn allerlei andere dingen die we kunnen doen omdat de zorg geen markt is. Die zijn allemaal niet onderzocht en die willen we natuurlijk wel hier in Arnhem. Dat we voor de beste optie gaan en een optie met het minste markt. Er zijn andere gemeenten die dit op een hele succesvolle manier doen. Die wel op een groot aantal delen de markt uit de zorg hebben gesloopt. En om dan te zeggen dat Arnhem zo uniek is en op zo'n unieke manier de zorg organiseert dat het hier niet zou kunnen, is natuurlijk onzin. Ja, toen heeft er een eerdere vraag. Want werd gezegd van nou, hè, met de opties die ik nu kies, ja, kan ik echt beter op die inkoop sturen. En gaat de kwaliteit van die zorg gewoon omhoog. Heeft u daar onvoldoende vertrouwen in?
Ja, zeker. Want de optie die hij kiest, dat is Europees aanbesteden. Daar heb ik absoluut geen vertrouwen in. Want het is echt een concurrentieslag. Waarvan ik de wethouder nog niet heb horen zeggen dat we die niet hier dan in Arnhem gaan krijgen. Dat hij zegt dat het beter is dan wat er nu gebeurt. Ja, dat snap ik. Want nu gebeurt er helemaal niks. En is het vrijheid, blijheid en de goedkoopste aanbieder wint. Ja, als je dan ook maar iets van regulering in de vorm van zelfs Europees aanbesteding doet. Dan heb je dat in principe wel iets meer gereguleerd. Maar het is natuurlijk van den zotte. Want het is markt. Het is gewoon een ander woord voor marktwerking. Ja. Even anders, vanavond ook gegaan even over de spreiding van zorginstellingen over wijken, straten. Maar hè, nou ja, er lijken meerdere buurten zijn die toch echt last hebben van nou ja, overmatig zorginstellingen die daar gehuisvest zitten. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou ja, we hebben natuurlijk een aantal wijken hier in Arnhem die sowieso al kwetsbaar zijn. Waar nu op dit moment heel veel beschermd wonen instellingen al zitten. En er zijn ook wijken die dat absoluut niet hebben. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een wijk als de Hoogkamp, de Burgemeesterswijk ook al in mindere mate. Dan zie je dat bijna niet. En wijken als Het Broek, als Presikhaaf, als Malburgen. Ja, je ziet dat al die instellingen zich daar vestigen. Mm-hmm. Dat daar ook meest overlast is. En wat wij dus zeggen is ontzie die wijken, die zijn al kwetsbaar. Die hebben al zoveel opgevangen van al die kwetsbare bewoners. In Arnhem is voor die kwetsbare bewoners ook heel fijn als zij bijvoorbeeld ook in een wijk als de Hoogkamp kunnen gaan wonen. Ja. Dan hoor ik dat ook zeggen van ja, ik wil dat wel meenemen, maar hè, nou ja, volgend jaar komen ze dan hè, met een rapport waar het moet blijken waar dan de overlast het grootst is en dan gaan we beleid maken. Dat was voor u onvoldoende? Nou ja, ik heb hem niet horen zeggen dat hij die kwetsbare wijken gaat ontzien. Terwijl mensen in Presikhaaf, in de Geitenkamp en in Het Broek daar wel echt om zitten te wachten. Dus zolang hij dat niet zegt, heb ik onvoldoende vertrouwen in dat dat automatisch goed komt. Ja. Wat zou uw voorstel zijn voor die wijken, ook voor de korte termijn? Nou, op dit moment een stop. Dus op het moment, wij hebben genoeg plek om mensen die hulp nodig hebben, die zorg nodig hebben, om die op een goede manier te huisvesten. En dan moeten we niet gewoon telkens in dezelfde wijk, soms in dezelfde straat willen doen. Mm-hmm. Dus wij vinden een stop op die kwetsbare wijken. En laten we kijken op de andere plekken in Arnhem. Dat is ook fijner voor die mensen. Dus laten we kijken in de wijken zoals de Hoogkamp. Laten we kijken in wijken zoals mijn eigen wijk, Alteveer. Laten we kijken in andere wijken waar mensen kunnen huisvesten. Maar doe het niet meer in die kwetsbare wijken.